Voor de tweede keer zijn de ruimploegen op het bedrijf van Boer van Loon. Hij weet ondertussen hoe het gaat, maar het blijft moeilijk. Je weet het er altijd alles voor gedaan en we wisten dat er geen andere uitweg meer is. Maar het duurt wel pijn als je er nou weer op dit moment geconfronteerd wordt. Ja. Als Boer van Loon even niet wil kijken, gaan de dierenartsen gewoon door. De drachtige geiten krijgen eerst een spuitje waardoor ze worden verdoofd. Daarna komt de dodelijke injectie. Eigenlijk zouden de ruimploegen al gisteren komen, maar dat wilde Henk niet, want op woensdagmiddag zijn de kinderen thuis. Boerin Patricia brengt ze vanmorgen naar school. Ze komen pas aan het eind van de dag terug als de operatie voorbij is. De tweede ruimingsronde is nodig omdat bij sommige geiten nu pas de zwangerschap te zien is. Er is een periode van hele vroege dracht waarin de dieren niet gescand kunnen worden als zodanig. Dan zie je ze gewoon nog niet. Dan zie je ze gewoon nog niet op het beeld van de scanner. En pas later in de dracht is dat beeld toonbaar. Dat komt ongeveer met rond de 30 dagen. Dus daarom komen we nog ongeveer 30 dagen nog een keer. Alle drachtige geiten worden gedood. Maar de bokken, waarmee Van Loon niet meer mag fokken, die blijven. Die mogen op dit moment blijven leven. Ja, wat moet jij ermee? Ja, ik zou het niet weten op dit moment. Als de volksgezondheid bovenaan gesteld wordt, dan moet je het risico toch niet willen nemen om op een positief bedrijf bokken te laten staan. Straks zijn er weer 130 geiten weg. Maar wat blijft, is de onzekerheid over de toekomst. Dat gaat tussen de oren zitten. Als ze maar eens een keer een datum vrijmaakten van dan wordt het vrijgegeven, dan mag je weer herbevolken. Ja. Want mag jij nu nieuwe geiten kopen en hier laten komen? Nee. Wanneer wel? Ja, dat weten we niet. En dat vreet enorm aan. Daar staat hem op en dan gaat hem in de bed.